Goeiedag, welkom bij scoutinggroep Den Hartel uit de Rijden. Jullie zijn vandaag te gast bij ons installeren. We installeren vandaag ongeveer 20 kinderen was de bedoeling, er zijn er helaas een paar niet. Maar deze kinderen worden geïnstalleerd omdat ze na een jaar meegedraaid te hebben echt bij de groep gaan horen en dan word je geïnstalleerd. De kinderen leggen de wet en de belofte af en daarin beloven ze eigenlijk hun best te doen om voor iedereen te zijn, te helpen en goed voor de natuur te zijn. Onze scoutinggroep bestaat ongeveer uit 60 leden. Dat zijn kaderleden en jeugdleden. En iedere zaterdag zijn we hier te vinden. En onze leden mogen van alles doen. De ene week gaan ze pionieren met hout en touw werken. De andere week zijn ze aan het koken op een gastel of soms op een kampvuurtje. En weer een week later doen ze een tocht. De scouting is iedere week anders. En ik wens jullie veel kijkplezier. En als je zin hebt, je bent van harte welkom. Kijk eens een keertje op www.scoutingdenhartel.nl of meld je aan bij ons. Goedemorgen allemaal. Fijn en super fijn dat er zoveel mensen gekomen zijn. Waarschijnlijk een hele hoop ouders en opa's, oma's, ooms, tantes, vriendjes, vriendinnetjes. Die komen kijken hoe dat er een nieuwe lichting leden wordt geïnstalleerd. En we mogen vandaag gelukkig weer heel veel leden installeren. En daar ben ik super blij mee als voorzitter van deze club zijn. Want dat betekent dat onze groep nog steeds aan het groeien en aan het bloeien is. Ik ben er voornamelijk heel erg trots op dat we weer 5 bevers hebben. Tot 2 jaar geleden hadden we geen bevers meer. En Ken en Joy die durfden het aan om een beverspeltak te starten. Dus daar ben ik super blij mee. Ik zie ook een hele rij nieuwe welpen staan. Sommigen die draaien... Nee, tot daar hè, Lucas. Sommigen die draaien al een tijdje mee, maar door corona konden we helaas niet installeren. Dus er zijn erbij die al zeker bijna 2 jaar wachten om geïnstalleerd te worden. Maar vandaag gaat dat toch echt beginnen. En dan komen we bij de scouts. Klein clubje vandaag, maar wel de 2 belangrijkste die geïnstalleerd moeten worden. Die zijn erbij. En die mogen dadelijk ook geïnstalleerd worden. Ja, en dan vandaag een beetje mijn rotsen in de branding, de Explos. Koffie, thee, limonade is vandaag hun pakje aan. Daar mogen zij voor zorgen. Alvast hartelijk bedankt voor jullie hulp. Ook dank alvast aan alle leiding die letterlijk achter mij staat. Ja. Voor jullie inzet al deze ochtend en natuurlijk jullie inzet in de afgelopen tijd. Want door corona hebben we echt een heel raar scoutingseizoen gehad. Of eigenlijk 2 rare scoutingseizoenen. En hebben we het niet kunnen draaien zoals we willen. Maar goed, door inzet van de kinderen en van de leiding hebben we toch een mooi scoutingseizoen gekregen. En ik ben er echt super blij mee dat we vandaag weer gewoon met z'n allen en een hele hoop ouders en andere belangstellenden hier ons seizoen, of tenminste het installeren, kunnen doen. En dat gaan we dus ook doen. Maar wat is nou eigenlijk installeren? Alle kinderen die vandaag geïnstalleerd worden, die gaan eerst de wet opzeggen. Iedere speltak heeft zijn eigen wet. Waaraan moet je je nou houden? Nou, als je die wet hebt opgezegd, dat doe je gewoon met iedereen van je groep die geïnstalleerd gaat worden, komt de belofte. En de belofte doen we per kind. Hè, want ieder kind belooft voor zichzelf zich te houden aan die wet en dat iedereen op hem kan rekenen. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst even de vlag hijsen. Zijn jullie er klaar voor? Oké. Groep saluut! Scouts is lukken of mislukken, dan plots vallen en weer door. Durven springen, lekker zingen, gaan de uitdaging aan. Want er is veel meer in het leven, duur een risico te nemen. Kies wat moet ik kies bewust en je zal sterk staan. Met de boot of trein, onderweg met veel kabel. Een scout. Trekt er samen met anderen op uit om de wereldomzingeling te ontdekken en deze meer leefbaar te maken. Een scout is eerlijk, vriendelijk en zetbaar. Een scout straalt, waarbelust en zorgt goed voor de natuur. Een scout is behulpzaam en respectvol en anderen. Nou, dat was de wet. Dank jullie wel. Ik beloof ik de scout te zijn. Ik beloof een goede scout te zijn. Iedereen te helpen waar ik kan en me te houden aan de scoutswet. Iedereen te helpen waar ik kan en me te houden aan de scoutswet. Overal het goede in te zoeken en te bevorderen.
overal het goede in te zoeken en te bevorderen. Jullie kunnen op mij rekenen. Een scout trekt er samen met anderen op uit. Om de wereld te ontdekken. En deze meer leefbaar te maken. Een scout is eerlijk. Vriendelijk. En zet door. Een scout is trouw. Waardebewust. En zorgt goed voor de natuur. Een scout is behulpzaam. En respecteert zichzelf en anderen. Kijk, dat was jullie wet. En nu jullie belofte als leiding. Let op, bevers, want nu gaan ze het beloven aan jullie. Mogen jullie mij weer nazeggen? Ik beloof mijn best te doen een goede leiding te zijn. Iedereen te helpen waar ik kan. En mij te houden aan de scoutingwet. Ik wil jullie helpen goede bevers te zijn. En jullie te stimuleren in je ontwikkeling. Ik wil dit samen doen met de andere leiding. Jullie kunnen op mij rekenen. Proficiat, nieuwe leiding. Ik ben een bever. Wat bevers doen? Doen we samen. Ik beloof mijn best te doen. Een goede bever te zijn. Samen te spelen. En samen te delen. Ja, dan leer je ook op school, hè? Een welp speelt samen. Met anderen in de jungle. Een welp is eerlijk. Vriendelijk. En zet door. Een welp zorgt goed. Voor de natuur. Ik beloof mijn best te doen. Een goede welp te zijn. Iedereen te helpen waar ik kan. En te houden aan de welpenwet. Jullie kunnen op mij rekenen. Goed zo. Welkom bij de welpen. Zonnig, warm of regen en guur. Elke week een nieuw avontuur. Hallo, ik ben Sam. Ik zit bij Scout in de Hostel in Schijnen. En ik vind het leuk om bij de Scout in te zitten. Ik ben vandaag geïnstalleerd met de andere lid van Scout in. Ik ben Kian, ik zit op Scouting de Hartel en ik vind het leuk om op Scouting te zitten. De Hartel. Feesten doen we elk weekend weer. Wat een plezier, met ieder hier. Ik wil Scouting, feesten doen we elk weekend weer. Ik wil graag met iedereen hier aanwezig. Onze scoutinggroep bijna 35 jaar in het rijden actief is. En ik hoop dat we ons minimaal 135 jaar vast kunnen klokken. En misschien met iets andere mensen, maar ik hoop dat onze toekomst hier ook staat. Voor de komende jaren. Dus iedereen, proost! S'avonds kamp, loods of rover scout.